Maar een van onze iconen dus, Jan. Ik ben ook trots dat ik nog steeds en blij dat ik Hendrik Knoef heb meegemaakt. En in die categorie past ook onze Piet van der Wal. Ik moet het iedere keer precies zeggen, 32 jaar en 1 maand. Dus Piet, geweldige periode geweest. Een wandelende encyclopedie van onze raad en van de stad in veel bredere zin. En ik dacht, dat ga ik allemaal oplezen. Maar gelukkig heb je er net op tijd een boek over uitgebracht. Dus ik kan u het allemaal aanbevelen. A, om het te lezen. En om u te verwonderen wat er allemaal is gebeurd in die periode dat Piet erbij was. Het is ook zijn visie, dus zoek de confrontatie op en schrijf uw eigen boek. Hoe meer boeken, desnoods korter, desnoods artikelen, hoe beter. Want we moeten het doorvertellen. Dus allereerst zeer geprezen dat je überhaupt het boek tot stand hebt gebracht. Want daar leer je dus nu nog steeds heel veel van als je daarin terugbladert. En dan in het bijzonder natuurlijk je maatschappelijke betrokkenheid op vele vlakken. Altijd op de barricade, zo ben je ook begonnen. Letterlijk in de 70 jaren was je actief toen men de binnenstad overhoop wilde halen. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk, wat je gelukkig hebt tegen kunnen houden, dat men een snelweg, stadssnelweg wilde aanleggen hier langs, hup, naar V&D. Nou, had achteraf dus ook geen zin gehad, maar dat was natuurlijk de tijd. Stond niet in mijn tekst, sorry. Maar dat is natuurlijk wel de tijd dat we nog dachten, min of meer voor de pil, dat de Groene Ster een soort bijlmer zou worden en dat mensen allemaal naar shoppingmalls wilden in de binnenstad. Nou, jij was een van de mensen die daar zeer doorslaggevende rol in heeft gespeeld. Letterlijk en figuurlijk door de acties, maar ook toen je raadslid was. En ik kan het nog niet genoeg herhalen. Toen was het maar een nipte besluit, anders was het hier ook misgegaan. Zoals in vele andere steden het wel mis is gegaan en die hun mooie historische binnenstad kwijt zijn. Nou, alleen al voor die dat ene besluit, maar je hebt er nog zoveel andere op je naam, is het meer dan de moeite waard geweest dat je hier al die jaren hebt gezeten en steeds met die gedrevenheid. En steeds met al die plaatjes erbij, al die foto's en die films en weet ik wat al niet. Ook hiervoor geldt trouwens, toen ik beëdigd werd, kreeg ik al voor de beëdiging klaar was al de foto's van de beëdiging, keurig in een plakboek van jou. En dat heb ik nog steeds. Maar noem maar wat dingen, de Neushoorn, Blokhuispoort, talloze projecten in de binnenstad, tot en met de Prins Hendrikbrug, beweegbaar maken. Er is al heel veel van tot stand gekomen. En zelfs voor die Prins Hendrikbrug, je gaat weg, maar je ontwerp blijft natuurlijk liggen, dat is al klaar. En dat is wel de bijzondere combinatie. Het handwerk van de raadslid, gecombineerd met het handwerk van de ontwerpers, de stadsdeskundigen, de stedenbouwkundigen, hoe heet ze allemaal. En je hebt ze allemaal vaak je hielen laten zien, omdat je ze gewoon voor was. En die foto's, die films, alles wat je hebt gemaakt, gaf natuurlijk veel meer body aan een inbreng dan die platte stukken met alleen maar teksten. Ja, Piet, je hebt natuurlijk die klus tussentijds een keer onderbroken, maar kwam gelukkig ook weer gauw terug. Je hebt je in dat boek prachtig beschreven hoe je de relatie had met je werk, je onderwijsfuncties en in al die wijken waar je ook actief bent geweest. Dus het is ook niet voor niks dat hier mensen op de tribune zitten die al die jaren ook jou hebben gevolgd. Zeer veel dank daarvoor. Ik kan er nog een half uur voor doorgaan, zoals ik al zei, en nog wel langer. Je hebt altijd ook zeer inspirerend gewerkt naar de Griffie-medewerkers. Tot en met het maken van het smoelenboekje, of hoe het heten mag. Al onze fotootjes werden door jou in het systeem geplakt. Maar je hebt beloofd dat je ze nog één keer doet. En voor de volgende raad moeten ze het dan zelf gaan doen. Maar dat gaan ze ook van jou leren. Dus jouw vingervlugheid met die apparatuur is uitstekend. Piet, geniet nog van de periode, maar je zal wel overal zichtbaar blijven om ons te beïnvloeden en de nieuwe raadsleden in het goede doen, maar vooral ook het goede behouden. De kwaliteit van de stad zoals die ooit was, is met name door jou beter geworden dan die 10, 20 en 31 jaar geleden en 1 maand was. Sorry, 32 jaar geleden en 1 maand was. Zeer bedankt, Piet. Piet heeft eigenlijk niks meer te zeggen, dat snappen we wel. Ik had al gehoord dat ik als laatste mocht met pathos. Maar dan had je Jan beter kunnen als laatste kunnen hebben, want die heeft dat van nature toch meer dan ik dat heb. Burgemeester, bedankt voor de vriendelijke woorden. In mijn eerste afscheidsspeech van deze raad op 6 september 1988, na ook zo'n 16 jaar, met een uitvoerige terugblik van tenminste 20 minuten. Dat zal ik u niet meer aandoen. Ik heb het nog even opgezocht, maar in de notulen zijn dat 7 A4'tjes heel dik bedrukt. Maar daar kwam ook bij dat Hendrik ten Hoeve ook nog een uitgebreide namens de PvdA-fractie dat niet kon laten. Ik kreeg zelfs nog een vetleren medaille.
Bovendien kan ik nu een stuk korter zijn, de burgemeester memoreerde al, van mijn terugblik, want het meeste is al te boek gesteld. In deze onverbiddelijke bestseller. Even voor de goede orde, ik heb geen financieel belang bij de verkoop en er is geen... En er is geen financiële bijdrage van de gemeente aan te pas gekomen. Ik stel als passief republikein geen prijs op een koninklijke onderscheiding die een scheidend raadlid automatisch krijgt na zoveel jaar raadslidmaatschap. Dan had ik hem eigenlijk al in 1988 moeten krijgen. En dat is ook niet gebeurd. Bovendien heb ik al in 2011 het gouden leeuwtje van de stad mogen ontvangen, waar ik heel trots op ben. Vooral ook omdat de toekenning daarvan zeker geen automatisme is. Mijn dank gaat uit aan de ondersteunende ambtenaren van de Griffie en met name Coco die dat al heel lang doet. En het is ook heel leuk dat Boudewijn Fransen, onze eerste raadsgevier, vanavond aanwezig is. Waar ik ook heel veel bomen heb opgezet en waar je ook altijd heel gemakkelijk kon binnenlopen om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Boudewijn ook, bedankt. Waar was ik? Want dit. De Griffie, oh ja, ook veel dank aan, aan alle bodes voor alle hulp en service die ze verlichten. Maar ook een flink aantal beleids- en uitvoerend ambtenaren in het toenmalig, moet ik zeggen, stadskantoor. Waar ik op gezette tijden mijn hoofd om de deur stak. Dat kan ik trouwens de nieuwe raadsleden ook aanraden om af en toe stoertjes gemeentehuis te maken, moet ik nu zeggen. En daar contacten op te bouwen. Je moet ze natuurlijk wel een vertrouwensrelatie opbouwen, want je kan niet alles wat je dan hoort onmiddellijk gebruiken. Maar wel in je achterhoofd houden, heel belangrijk. Ook wil ik alle fractieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers van de eenvolgende wethouders van Paul GroenLinks hartelijk bedanken voor de prima samenwerking. Ondanks de meningsverschillen die er bij tijd en wijle opdoken, is de sfeer altijd uitstekend gebleven. Dat geldt overigens ook voor de raadsleden en wethouders van de andere raadsfracties. Ook burgemeester Kroonen wil ik daarbij betrekken. Dank daarvoor. En natuurlijk wil ik ook Suzanne hartelijk bedanken voor haar logistieke en morele steun op het thuisfront. Zonder dat houdt geen mens het raadslidmaatschap zo lang vol. Toch nog even een politiek slot. Het dualisme heeft aan de zogeheten kloof, mijn zinziens, geen einde gemaakt. Naast de voordelen als een eigen raadsgriffie en wethouders die niet langer in de raad zitten, acht ik het groot nadeel dat de raad veel te veel op afstand is gekomen. Bij het reilen en zeilen van het gemeentebestuur. Ik voel de laatste jaren dat ik als raadslid de grip aan het verliezen ben. De raad heeft zich ook veel te veel in de keurslijf laten dringen van het politiek forum, waar je aanvankelijk alleen maar enkel informerende vragen kon stellen en geen meningen mocht uitwisselen. Dat mocht dan wel weer in debatsessies, maar die vervolgens weer dunnetjes werden overgedaan in de besluitvormende vergaderingen. En heeft dat de kloof verkleind? Ik geloof er niets van. De opkomst van zo'n 40% bij de laatste raadsverkiezingen is nog steeds even laag. Waar ik natuurlijk wel apetrots op ben, is dat Paul GroenLinks nu in grootte de tweede partij van Groot Leeuwarden is geworden en dat het links-progressieve motorblok intact is gebleven. Overigens zeer terecht, als je nagaat welk ambitieus programma er de laatste 15 jaar is uitgevoerd, cumulerend in de toekomstige, in de toekenning van de culturele hoofdstad 2018. Al die projecten, die zal ik hier niet gaan opnoemen, die zijn ook al over het voetlicht gekomen, maar het is ook bijna te veel om op te noemen. Ik maak me bij dit afzet wel grote zorgen over de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. Zonder daar als raadslid, fractie of raad om gevraagd te hebben, werden we een paar jaar geleden opgezeept met de uitvoering van de WMO, jeugdzorg en dergelijke. Gea Dames heeft er ook al uitgebreid zo net nog kont van gedaan.
Met tot gevolg een tekort van jaarlijks maar liefst zo'n rondweg 30 miljoen euro. Jaarlijks dus. Dat kan toch niet waar zijn, denk je eerst nog, als niet direct betrokken raadslid bij die sociale sector. Die soep kan toch nooit zo heet gegeten worden als je nu wordt opgediend? Maar helaas, na de nodige bezuinigingen op het sociaal domein blijft er nog altijd zo'n 10 tot 15 miljoen jaarlijks aan tekort over. Op deze manier zijn we binnen 2 jaar door al onze financiële reserves heen, dreigt inderdaad een artikel 12 situatie. En hoe krijg je daar als raadslid weer grip op zonder te vervallen in draconische bezuinigingen of lastenverzwaringen die ook niemand wil? Ik wil de nieuwe raad en college tot slot dan ook veel inventiviteit, doorzettingsvermogen, geduld en wijsheid toewensen. Laat onze karakteristieke stad en de omringende dorpen en landschap niet verkommeren. Ik blijf het in de gaten houden en bedenk wel, een actiegroep is zo opgericht. Niet waar, Klaas? Ja. Ik dank u voor de aandacht. Dank u wel, Piet. Zo, dames en heren, en het is natuurlijk ook niet voor niks dat door hun activiteiten buiten de raad, zowel Jan van Olffen als Piet van der Wal en overigens ook in de tijd Hendrik ten Hoeve een gouden leeuwtje hebben gekregen. Want dat is toch een koninklijke onderscheiding van onszelf, zal ik maar zeggen. Hartelijk dank, alle die vertrekken, maar ook de anderen. We gaan nu zo afsluiten, maar ik wil u allereerst in de eerste plaats, het is al door een aantal mensen gezegd, ontzettend veel plezier met uw naasten toewensen, want die hebben het natuurlijk ook dit jaar weer heel hard voor de kiezer gekregen. Ik zou zeggen applaus voor de naasten, zoals zojuist uw familie. Dus ik gun zelfs de onderhandelaars dat ze een beetje kerstvakantie hebben, want we moeten inderdaad, wat mensen ook hebben benadrukt, na 1 januari heel veel dingen doen. Met een raad met relatief heel veel nieuwkomers en hoe goed je ze ook inwerkt, ervaring kun je niet leren, maar moet je opdoen. Dus we zullen ons allemaal zeer moeten inspannen om de genoemde bezuinigingen en al die meer op de beste manier weg te lobbyen dan wel weg te bezuinigen, want het is niet anders. Ik wens u allemaal hele goede feestdagen, ook namens de griffier. Dat we zijn zeer blij dat het allemaal zo is gelopen de laatste maanden, ook alweer met verkiezingen en wat er niet is. En we zullen elkaar dus weer zien op 2 januari. Dus geniet u van de feestdagen, geniet u van de vrije tijd, voor zover die er is. Want we moeten nu eerder dan de rest van Nederland weer aan de bak, volgens de wet, op de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Op 2 januari zien we elkaar weer. En nu aan de borrel, de vergadering is gesloten. Dank u wel. Oh ja, de bloemen zijn voor u, hè? U mag de bloemen meenemen. U mag een bloemetje meenemen. Ja.